In de eerste periode hier had ik echt werkelijk waar gewoon geen idee. Het is een eindeloze zoektocht geweest, ja, maar hoe werkt het dan? Taalbarrière, cultuur die toch best wel ver van de Nederlandse cultuur afstaat. Ik had weinig om vast te houden of zo hier op de een of andere manier. Ik had toen ook geen studio, dus ik dacht van ja, ik moet schilderen. Achter waar ik woonde, dat was een heel oud wijkje. En daar ben ik toen gaan schilderen. En toen ben ik langzaam in één keer begonnen wat ik nooit in Nederland heb gedaan, met het maken van muurbeschilderingen. Hier zie je ook nog wat. Dus dit huisje, dat is helemaal knalroos. En hier zie je nog een beetje terugkomen. Dus ik had eigenlijk dit hele wijkje, had ik eigenlijk een soort van eigen gemaakt. En ik vond het heel fijn om lekker rond te lopen en her en der een beschildering te maken. En eigenlijk vanaf die periode ben ik ook wel weer gaan groeien. Het is gewoon alles of niks. Zo ben ik altijd geweest. Het is voor mij de meest uiterste vorm van bewustzijn dat je leeft. Ik heb mezelf al keihard mijn kop gestoten, al meerdere malen. Maar goed, het is ook heerlijk, dat moet ook. En ik kom. Dus ik heb soms dat het op persoonlijk vlak even een beetje onhandig is, maar dat het dan wel weer in mijn werk zich kan uiten op een manier die ik nooit had durven dromen, bij wijze van. Die balans, daar ben ik eigenlijk altijd een beetje mee aan het spelen. Ik moet mezelf altijd wel in de diepe gooien. Het leven hier is zo dynamisch. Constant in beweging. Het is ook een soort van infinity voor mij hier. Ik kan 2 uur in een taxi zitten en 2 uur lang kijken naar buiten en ik denk, wat gebeurt hier toch allemaal? Mijn ritme voordat ik begin. Ja, dat kunnen heel veel verschillende gevoelens zijn. Het kunnen hele grote frustraties zijn. Dan moet ik zeggen dat ik als ik echt gefrustreerd ben, dat ook best wel goed tot z'n recht komt vaak. Dat ik het niet eens ben met het doek. En dat ik er dan paf overheen ram met mijn hand. En op dat moment denk ik heb het helemaal verneukt. En boos op mezelf omdat ik het verneukt heb. En dan er weer opnieuw naar gaan kijken en het dan omgooien en dat het zich dan in één keer 180 graden omdraait.
Maar goed, dat zit hem in heel veel dingen. Dat, ja, als je even een periode niet lekker in je vel zit en je bent daardoor gefrustreerd. En het kan een lange periode zijn. En die frustratie die wordt omgezet op een dusdanig moment. Doordat je gaat schilderen in mijn geval. Ja, dan kunnen daar hele krachtige werken uitkomen. Omdat dan woef, in één keer gewoon alles eruit komt. Ja, dat is, in principe de reden dat ik schilder. How are you? Yeah. I'm good. Yes. Ja, waar ik naar streef in mijn werk is wel echt die vrijheid. En daar zal ik ook altijd naar op zoek blijven gaan. Ik wil gewoon daar naartoe gaan dat het zo krachtig en simpel aan de andere kant is. Maar dat het zoveel zegt dat het onbreekbaar is. Nee, ik heb niet genoeg gedacht. Someone made in China. Ik wil niet zo goed in bommetjes. Weet je wat het mooiste is wat er is? Dat het alleen maar goed kan gaan. En dat kan ook. Het kan ook alleen maar goed gaan. Er kan helemaal niks fout gaan. Maar als het fout gaat, dan is het juist goed omdat het fout gaat. En het enige wat er ook hoeft te gebeuren is gewoon te blijven volgen wat je volgt. Gewoon intuïtie blijven volgen en dan kan er niks fout gaan. Dan kan er helemaal niks fout gaan. En dat is intuïtie. Dat moment.